Doorzitten, Johan. This is my true pencak silat story since 1970. Goeiedag beste mensen. Ik ben Ronnie Lerik. Welkom in mijn video serie my true pencak silat story since 1970. Dit is aflevering 48 van het nieuwe seizoen 2022. Ik zit hier op het trein van het Aartsbisdom Utrecht, gelegen in Zeist op Denzelbos, waar ik sinds 1974 pencaksilat trainde tot heden. Het was 2 jaar geleden dat ik mijn eerste videoserie maakte over my true pencaksilat story since 1970. En sindsdien zijn heel veel reacties ontvangen van verschillende sportvrienden, als ook van degenen die nog nooit hadden gehoord over mijn series. Ze sturen via berichten via de Facebook, als ook via mijn WhatsApp en Messengers. Diverse vragen kwamen uit diverse hoeken over bepaalde trainingssysteem, bepaalde jurus, maar ook over mix arts vorm die ik creëerde. Door corona waren er afgelopen 2 jaar veel culturele activiteiten, pencaksilat activiteiten uitgesteld. Zo zou ik bijvoorbeeld een reis willen maken om een documentaire te maken over de Mainpukulan Beksi en andere documentaires met betrekking tot seni mixed arts
alle plannen die ik had gemaakt, werd momenteel uitgesteld. En ik hoop dit jaar, 2022, alsnog naar Indonesië te kunnen gaan. Om alsnog mooie documentaire series te maken over het Pencaksilat, over Seni Mixed Arts en alle andere culturele uitingen in verschillende aspecten en vormen. Ondanks de corona was ik toch heel actief gebleven met allerlei trainingen, zowel thuis als ook in bos, in de natuur. Diverse video's maakte ik en verschillende Seni Mixed Arts choreografen had ik gecreëerd gedurende de periode van de corona. Zodat hoe of wat, wat er ook gebeurde, dat je toch heel actief blijft met de training, met het schrijven van artikelen voor Facebook, YouTube, Instagram. Opnieuw welkom, beste mensen, in mijn videoserie Metsu Pencaksilat Story Since 1970. Dit is deel 48 van het nieuwe seizoen 2022. Ik zit momenteel in mijn werkkamer, waar ik allerlei dingen, verhalen, artikelen opschrijf voor mijn dagboek. Zoals u hebt kunnen zien en lezen. Ten eerste mijn vele video's, series die ik plaatste op YouTube. Als tevens mijn gedeeltelijk van mijn videoseries op mijn Facebook en artikelen op diverse groepen had geplaatst. Ik ben een fanatieke ontwerper van diverse Seni Mixed Arts choreografen. Ik heb al meer dan 40 vormen van nieuwe choreografen gecreëerd voor de FPSTI. Ik ben nog steeds bezig met allerlei trainings, video series te maken en nieuwe vormen van Seni Mixed Arts te creëren. Ik ben nu 69, maar ik train elke dag 3-4 uur per dag. En in het weekend kan het tot 5-6 uur per dag. Natuurlijk doe ik dat niet achter elkaar de hele dag, maar ik verdeel dat in 2 dagdelen. 'S morgens of 's middags, het 6 middags of 's avonds. Zo blijf je in topconditie ondanks je hogere leeftijd. En zo blijf je fit en gezond. Ondanks dat wij nu momenteel nog steeds in de periode van corona zitten, is het geen probleem voor mij om door te gaan met mijn dagelijks training, met mijn dagelijks choreografie creëren en alle andere activiteiten die ik doe voor de Pencaksilat als ook voor de mainpukulan. Ik hoop mijn bijdrage in wat voor vorm dan ook, het zij mijn videoseries die ik nu momenteel aan het maken is, of mijn artikelen, diverse video's, artikelen die ik op Facebook plaats, op Instagram, tot een betere samenwerking creëert voor ons allen in de Pencaksilat wereld, waar dan ook ter wereld. Ik ben Ronnie Lerik. Volg mij
op zowel mijn YouTube, mijn Facebook, als ook mijn Instagram. Mogen deze bijdragen voor ons allen tot een succes en een betere promotie voor onze gezamenlijke erfgoed uit Indonesië. Ik wens iedereen een goede dag en een gezondheid toe. Waar u ook bent. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.